Het is de vierde rit van de 3 kilometer. Antoinette de Jong zien in Rijn Wust. Twee trainingsmaatjes, twee rietsters mij ambitie. In deze race kan een startbewijs helle worden voor de WK Aston. En op dat kan er een plak in de EK Allround ploeg verdienen worden. De vrouwelijke meid ziet er een sterke race van. Maar Wust op kop en de Jong de vlak achter. De ploeggenoten trouwen Noir naar een heeg niveau. En beide finishen in 4 minuut 4 en bietje. Dat blijkt 3 tellen vlugger te wijzen als de nummer 3, Jorien Voorhuis. En beide tickets binnen dus binnen. Gefeliciteerd met ook dit fantastische resultaat weer. Heb je nou het gevoel dat je ook echt weer helemaal terug bent? Dat het helemaal weer lekker is allemaal? Ja, zeker. Dus, het geeft opluchting en blijdschap. En het geeft je vertrouwen in de komende weken. En ik ben wel heel blij dat het weer is gelukt. En met een titel ook nog. Antoinette de Jong, ik had zelfs een beetje het gevoel, Femi Arsto dat ik haast, beter kind haast net dan dit. Het koek krijgt nog iets beter, maar meer dan dit ziet er op dit moment net in. En ik ben al super blij met deze tweede plak. En het is wie een goede race, beter dan Justen, meer rust erin. En een goede race voor mij. En weer mooi. Ik moet nog even schakelen, want tot nu toe ging mijn agenda niet verder dan wat is het, 29 december. En ik ben heel blij dat ik naar Minsk kan. Ik zal er alles aan doen om daar mijn titel te gaan prolongeren. Dan mars dus naar het EK Allround, dan mars naar het WK in Kolomna, afstand de 3 kilometer. Wat zit er dan in vet? Wat ben je derde podiumplak mogelijk bij Grieks? Ja, tuurlijk. Als ik dus stier, dan ging ik voor het heugste plak. En ik wil een goede race rijden daar. En dan zien wat eruit komt.